ja, jongens vinden elkaar makkelijk op straat, op de voetbalvelden, noem maar op. Maar de vrouwen die vinden elkaar niet zo snel. Misschien bij boodschappen doen, hey, hoe gaat het? Maar voor de rest komen ze elkaar niet tegen, want iedereen is druk bezig met school en dat soort dingen. Ik ben Sumeya en ik ben 20 jaar oud en ik ben heel erg betrokken in de wijk. Ik wil anoniem in beeld omdat ik niet de meerwaarde zie dat ik gezien word. Het gaat om mijn boodschap die ik over wil brengen. Wat mij bezighoudt op dit moment is om in het algemeen Noord beter te maken, zover ik kan, door projecten in samenwerking met Renewed. En ik ben ook betrokken bij de scene. De dames in Tilburg Noord die lopen elkaar voorbij en kennen elkaar niet. En de scene is er om de vrouwen te verbinden. Maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Wat scene voor mij heeft opgeleverd is dat ik meer verbonden ben met de dames in mijn buurt die om de hoek van mij wonen, die ik niet bij naam ken, maar wel van gezicht. Om mijn eigen talenten te ontwikkelen door middel van workshops van coole vrouwen uit Tilburg voornamelijk. En het staat in teken van zelfontwikkeling en verbinden en lekker eten. Een dag van de scene begint altijd met lekker eten. Ja, een soort van aanloop voordat het eten echt arriveert. Dus dan, hoe gaat het? En we hebben elkaar allemaal 2 weken dan weer niet gezien. En na het eten hebben we een workshop van een coole vrouw. Steeds verschillend. De ene keer is het fotografie, de andere keer is het wie ben jij en jezelf centraal zetten. En dan eindigen we altijd met een presentatie van onze kunstwerken en wat wij bij voelden en hoe we het vonden gaan. En dan eindigen we de avond met een afsluiting. De verbinding vind ik heel fijn, waardoor het voor mij fijner is om steeds terug te komen. En ik denk ook voor de andere dames. Ik voel mij gehoord als mens. Maar dat is omdat ik veel betrokken ben bij verschillende instanties en veel vrijwilligerswerk doe. Maar de dames die niet op de voorgrond willen, die voelen zich niet gehoord. Ik vind dat ik mezelf kan zijn in Noord, dragen wat ik wil, staan waar ik wil. Maar ik weet wel dat het niet geldt voor alle dames in Noord. En als ik de mogelijkheid zou kunnen bieden voor die dames, zou ik dat met 2 handen pakken. Ik zie een aantal ontwikkelingen die nu al plaatsvinden, zoals de scene, de vrouwengroep, de Aipla Park, die gaat veranderen, waar ik ook deel van uitmaak. Dus Tilburg Noord gaat er over 5 jaar niet meer hetzelfde uitzien. Zowel het uiterlijk als de innerlijk van Tilburg Noord zal dat heel erg ontwikkelen. Als ik de burgemeester van Tilburg, ja, van Tilburg zou zijn, dan had ik heel wat veranderingen gedaan, denk ik. Ik zou processen waar het nu al te lang duurt qua verandering, zou ik versnellen door de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. Meer kansen voor de dames, zoals sporten, dat soort dingen, die nou beperkt zijn. Ik wil dames juist niet beperken, want de jongens hebben ook, ze kunnen staan en gaan waar ze willen en dat zou ik voor de dames ook willen.